Bij mij een man waarbij je niet veel moet doen om hem op zijn paard te krijgen. Het is de burgemeester van Haagt. Maar ik bedoel dat letterlijk. Hè. Steven Swiegers, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte welkom. Niet dat je snel kwaad wordt of zo. Nee, absoluut ook niet. Maar wel een fervent ruiter. Paardenliefhebber, paardenliefhebber. Zou ik zeggen. Het rijden zelf, daar is de laatste jaren veel minder tijd voor. Ja? Ik ben dan burgemeester. Maar daarnaast werk ik ook nog deeltijds. Ja. Maar ik heb elk jaar nog wel enkele paarden op de wei staan. Okay. Waar ik wel voor zorg. En dat is zo'n beetje mijn ontspanning. Ja. Dat is zo, ofwel 's ochtends of 's avonds. Okay. Even wat stoom aflaten in de natuur tussen de paarden. Daar iets bij voorstellen, absoluut. Ja, heel rustgevend. Intussen ook al een paar jaar de teugels in handen in Haagt. Klopt. En vragen en antwoorden van de mensen uit Haagt, daar gaan we het nu even mee doen. Ik zou graag beginnen met een vraag over de Vinkstraat. Ja. Het is al een paar jaar dat daar wel wat over te zeggen valt, dat er ook over gepraat wordt. Bevindt zich in een slechte staat. Ja. Kan daar nog iets aan gedaan worden voor oktober? Ja, want dat is altijd de belangrijke toevoeging vandaag. Twee dingen. Ja. Het is zo, nu in 2018 gaan bij de asfalteringswerken, dus dat zal vermoedelijk in het tweede kwartaal zijn van dit jaar, gaan de slechtste stukken van de Vinkstraat terug hersteld worden, zoals we dat ook twee jaar geleden gedaan hebben. De bedoeling is evenwel om op termijn dat structureel aan te pakken. Mm-hmm. De gemeente is al enkele jaren zinnes, want dat is nog een dossier van twee voorgangers terug, om de Vinkstraat volledig eraan te leggen. Is dat eigenlijk een grote straat? Vroeger was dat een gewestweg en die is 2002, 2004, in die periode overgedragen aan de gemeente. Want ik vraag het omdat, mocht het een kleine straat zijn, dan blijft dat al eens liggen, zo'n ding. Het is wel een verbindingsweg tussen Wakkerzeel en Wespelaar en daar komt heel wat verkeer door. En de bedoeling is dus ook om enerzijds een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen samen met Aquafin en anderzijds ook fietspaden aan te leggen in die straat, want dat is daar echt wel nodig. Alleen is daar wat discussie met enkele eigenaars, want daar dient wat grondafstand te gebeuren. Nu, mijn voorgangers hebben enerzijds ervoor gekozen om toen wat een juridische procedure te voeren. Ik probeer in overleg met die mensen tot een oplossing te komen. Dus in 2016 heb ik daarmee rond de tafel gezeten. We hebben de plannen laten hertekenen, maar ondertussen was dan ook nog eens de wetgeving omtrent de waterbuffering gewijzigd. Het dus wordt u daarin niet gemakkelijk gemaakt. Dus de plannen moeten nog eens hertekend worden. En dan is de bedoeling om met die mensen nog eens rond de tafel te gaan zitten. Ja. En ik denk dat dan heel wat bezwaren van die mensen kan tegemoet gekomen worden, zodanig dat we daar toch mee kunnen starten de komende jaren en dat die straat veiliger wordt en ook beter. Ja, een vraag die ik u toch zeker ook ga voorschotelen. Het is de bundeling van een paar vragen die wat in dezelfde richting gingen. En we merkten het ook af en toe een beetje in ons nieuws. Nieuwe golven van inbraken in het oosten van de provincie. Ook in Haagt. Wel, gelukkig iets minder. U moet weten dat onze politiezone, Haagt, Bordmeerbeek, Keerbergen, in 2017 het minst aantal inbraken had van het hele arrondissement. Okay. Ja. Maar nu in januari was er toch terug een opstoot. Dat was eerder in Bordmeerbeek dat dat vooral zich situeerde. Maar ondertussen heeft men ook de vermoedelijke daders kunnen vatten. Okay. En dat is ook eigenlijk een beetje dankzij ons ANPR-systeem, automatische nummerplaatherkenning. Is daaraan te danken? Wel, dat heeft alleszins meegeholpen. Ja. Okay. Aan de voormalige witloofveiling. Daar wil ik u ook graag nog iets over vragen aan Kampenhout. Zelfs komt er een gloednieuw winkelcomplex, een soort mini U-place. Hè? Wordt het, het is misschien met zekere overdrijving, maar het zorgt ook bij de handelaars in het centrum van uw gemeente hè? Voor een klein beetje bezorgdheid. Van wat gaan zij daarvan voelen? Klopt inderdaad. Dus de bedoeling is dat er een soort winkelpark komt met meer dan 650 parkeerplaatsen. Natuurlijk, dat zijn vooral grote ketens die zich daar gaan vestigen. Terwijl in ons handelscentrum zitten vooral kleine speciaalzaken. Ja. Familiebedrijven ook, die
eigenlijk door hun specifieke aanpak en dienstverlening, die veel klantgerichter is dan bij die ketens, daar toch een meerwaarde kunnen bieden. Maar waarschijnlijk als zo'n nieuw winkelcentrum of winkelpark open gaat, dat trekt natuurlijk heel veel nieuwsgierigen in het begin. Maar u moet ook weten dat in Haag het nog altijd mogelijk is om ook gratis te parkeren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de stad Leuven. Wat dat toch nog altijd een meerwaarde is voor de klant. Ja. Want hij kan parkeren en op wandelafstand kan hij naar de winkel gaan. En dat is toch ook iets dat wij gaan behouden, zodanig dat wij samen met de handelaars, zij door een specifieke aanpak naar de klant en de gemeente door het aanbieden van die parkeerinfrastructuur, er toch voor kunnen zorgen dat ons handelscentrum aantrekkelijk blijft. Ja. We doen ook heel wat acties daar rond en we hebben daarvoor in 2017 van Unizo ook nog een prijs gekregen. Ja, ik herinner mij er iets van. Dat is juist. Dus we doen daar wel een en ander. Ja, ik hoor het. Ja. Over producten van bij jullie gesproken. Wat hebt u meegebracht? Ik heb meegebracht enkele potjes confituur van wildiers. Oké. Bijenconfituur. Ja, deze. Ik heb ook vier vruchten en ik heb ook een potje pickles bij. Pickles ook? Ja, pickles. Okay. Dat is min of meer dezelfde bereidingstechniek. Ja. Niet dezelfde wijze. Dat is een familiebedrijf. Okay. Nu de tweede generatie. Ja. Zeer kleinschalig. Ja. Een echt KMO'tje. Maar die maken zeer lekkere, ambachtelijke confituur. Bij het laatste bedrijfsbezoek dat ik daar gezien heb, was dat nog steeds in koperen ketels, zoals het vroeger was. Is waar, ja. En ook zeer lekker trouwens. Tof. En die kan je koperen bij de betere handelaar in de buurt. Ja. Waar we dus gratis zullen kunnen blijven. Absoluut, absoluut. Hoe is het met de conditie, meneer Swiers? Ja, dat is iets minder. Ah, wel, we gaan het eens uitproberen. Dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel. Ja. Het is aan mij. We gaan een beetje beter leren kennen en zien of dat je kunt thuishoren in ons wielerclub. Hè? Oei. Ik heb enkele vragen. Mijn vader is een geweldige wielerfan. Ja? Jij nooit? Ja, ik kijk als ze aan de arrivé zijn, dat ik weet wie dat er gewonnen heeft. Maar mijn vader die kan zo de hele wedstrijd... In de VIP-tent met een pintje in de hand. Ja, maar ook voor tv, dus maar niet altijd chillen. In de VIP-tent. Chillen zo een beetje, Steven, enkele vragen voor u. Het treinstation van Hombos, Hambos is... Aanvullen met één of twee woorden. Het treinstation van Hambos is... Een klein station. Een grote droom is... Welke grote droom heb jij nou, Steven? Een grote droom. Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Denk erover na, helemaal op het einde. Ja, komt dat straks nog eens op terug. De brouwerij van Haagte ligt eigenlijk of officieel in Boortmeerbeek. Klopt. En dat is voor jou? Geen probleem. Geen probleem? De brouwerij is trouwens vroeger begonnen als melkerij. Is dat... Ja, ze zijn overgeschakeld naar bier. Ja. Dat was iets succesvoller, denk ik. Wel een België, toch? Ja, absoluut. Wat is jouw favoriete frituursnack, Steven? Een vleeskroket. Toch? Ja. 1, 2, 3. 1. Hoeveel stukken vlees bestel je aan een frituur? 1. 1? Ja. Maar 1? Ja. Oké. Bescheiden. Uitslapen is? Ja. Fantastisch. Ja. Probeer ik ofwel de zaterdag of de zondag te doen. Dus ik probeer mijn planning zo te doen dat ik één van de twee dagen in het weekend en dat kan doen. En hoe laat is dat dan? Als dat meevalt, kan het tot 10:30 of zo zijn. Ja. En uw vrouw? Hoe reageert zij? Maar ik ben niet getrouwd. Niet getrouwd? Dus, je kunt eigenlijk blijven liggen tot 2-3 uur. Absoluut. Ja, maar ik moet ook nog gaan winkelen. En zo. Meestal, als ik van mijn eigen wakker word, sta ik ook wel op. Maar het weekend, 10:30, 11:00. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Dat lukt nu spijtig genoeg ook niet elk weekend, maar ik probeer dat wel te doen. Het vliegverkeer boven Haagt. Dat is een probleem. Ja? Ja. Nu vooral de laatste tijd heel veel om te doen. Het is eigenlijk sinds de nieuwe vliegroute Leuven-Rechtdoor. Dus we hadden sowieso 70% van het dalend vliegverkeer, maar dat waren we wel gewend. Maar door het fameuze plan Schoepen destijds in uitvoering te brengen, krijgen wij plots ook 15% van het stijgend vliegverkeer. En een stijgend vliegtuig maakt toch nog een ander lawaai dan een dalend. Voor jullie in Haagt. Dat is niet echt oké. Okay. Nee, en nu met de uitbreidingsplannen lijkt dat nog iets minder oké te gaan worden. Maar je in lacht nog altijd. Dat is okay. Ik lach om de zeer eenvoudige reden. Ik heb de plannen gezien. Ik was naar de infoavond geweest. Als we de rekening... Jij die ene die zo aan Nee, dat was ik niet. Dat was ik niet. Maar als je de plannen bekijkt en je bent dan bijvoorbeeld het Eurostadion indachtig, maak ik me nog niet echt ongerust. Okay. Ja, als we er nog niet in slagen een voetbalstadion te zetten, dan denk ik dat dit nog veel moeilijker gaat worden. Welkom in België, laatste vraag dan, want we gaan terug naar Jeroen. De volgende burgemeester zit al klaar. Paardensteek is voor jou? Ook geen probleem. Nee? Ik ben een paardenliefhebber, maar ik eet ook paardensteek. Ja? Ja.
Maar als je dat op je bord liggen hebt, dan is de aaibaarheidsfactor iets meer. Voel jij dan geen kannibaal? Nee. Nee? Kannibaal, dat is dat je je eigen soort opeet. Ja, maar ja, paardenkweker, paardenliefhebber, paardeneter. Echt geen probleem. Jij mag in mijn wielerclub staan. Dank je wel. Ja.